Goedendag. Je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden rondom Nederland, maar boven Nederland valt het mee. Alleen in het noorden en zuidoosten zijn er nog wat meer wolken. De dag begint dus vrij zonnig, maar ook hier en daar met een nevel of mistbankje. En vanuit het noorden en noordoosten komen er wel meer wolken opzetten. Temperaturen halverwege de ochtend te graden of 15. Vanmiddag wordt het dan ongeveer 20 graden. Heel misschien langs de oostgrens een bui, maar verder vanmiddag overal droog. De wind waait uit het noordwesten die is zwak tot matig windkracht 2 tot 4. Vanavond vinden we de dikste wolken boven het zuidwesten. Dan kan daar misschien een spatje vallen, maar verder is het overal droog en zijn er brede opklaringen. De temperatuur ligt halverwege de avond rond 15 graden. Morgen flinke zonnige periode, maar vanuit het noordoosten opnieuw een paar wolken en opnieuw kans op een spatje, de meeste plaatsen droog. Voor 1 graad warmer dan vandaag, zo 20 à 21 graden. Woensdag wordt het op diverse plaatsen 23 graden. Donderdag en vrijdag halen we de 25 graden. Daarbij zijn er flinke zonnige perioden en blijft het op alle dagen droog. Pas een vrijdagavond neemt in het zuiden de kans op een bui weer toe. Maar dat is nog ver weg. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.